En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter, om het gitter, allerheugend heer. Want de ludie kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De Gouden Koets die gaat voor 2 jaar het museum en daarna mag de koning hem weer gebruiken. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik prima. Prima oplossing. Maar de hele discussie daaromtrent en wat er in het verleden gebeurd is enzovoort enzovoort, daar ben ik het niet zo erg mee eens. Natuurlijk is slavernij en de afbeeldingen die erop staan is daar een voorbeeld van. Maar we zijn wel wat krampachtig over het verleden, want daar kunnen we verder niks meer aan doen. En dat was toen gebruikelijk overal. Dat gaat heel erg lang terug. Dus je moet het in het licht zien van wat toen gebruikelijk was. En nu keuren we dat af. En over 50 jaar doen wij weer iets verkeerd en dan keuren de mensen dat ook weer af. En dan hoef je natuurlijk niet voortdurend iedereen mee te belasten. Maar ik vind wel dat we geen mooi verleden hebben. Dat klopt natuurlijk. Vindt u dan dat de panelen eraf moeten straks? Nee, absoluut niet. Het is een onderdeel van een stukje cultuur wat geweest is. En daar kun je hooguit van zeggen dat dat nu afgekeurd wordt. Maar cultuur is cultuur. We gaan ook geen, omdat ik toevallig protestant ben, katholieke kerken bijvoorbeeld afbreken. Omdat ik vind dat dat geen goede kerken zijn. Of dat hoort allemaal bij de cultuur. Ik weet wel dat dit een slecht voorbeeld is, dat weet ik ook wel. Maar er wordt te veel gezegd van dit deugt niet en dat deugt niet. Overigens vind ik de Zwarte Pieten discussie bijvoorbeeld vind ik wel goed. Want actueel zijn er mensen die zich daaraan ergeren. Nou, daar kun je dus inderdaad wat aan doen. Maar om nou een paneel van de Gouden Koets te verwijderen, omdat daar in principe een slavenafbeelding op staat, gaat mij te ver. Want het hoort juist bij de cultuur. En je moet juist aan de hand daarvan aan de jeugd uitleggen wat is er gebeurd. En dat vinden wij nou niet zo mooi enzovoort enzovoort. Dus het wegstoppen daarvan vind ik verkeerd. Ja. Laat het maar zien. Ja. Stel dat de koning hem tijd niet gebruikt en dan gaat prinses Amalia trouwen. Mag ze dan wel de Gouden Koets gebruiken? Van mij sowieso. Ze mogen hem nu ook gebruiken. Ja. Overigens ben ik anti-koningshuis hoor. Dus, okay. Dus wat ze doen verder is voor mij de koning en de koningin is ook een museumstuk. Maar heeft niks te maken met een moderne democratie, nee. Uiteraard. Nee. Vind ik prima dat die weer gebruikt gaat worden met name. Dat vind ik prima. Het is een traditie geworden van Nederland. En over de zijpanelen ben ik duidelijk over. Het verleden kunnen we niet uitpoetsen. We kunnen het ook uitleggen. Van God, dit moeten we nooit meer doen. Vindt u dat de panelen eraf moeten? Nee. Dit is iets wat bij ons verleden zich afgespeeld heeft. Ja. Zo zijn we Nederland geworden. En als de koning nou zegt, ik gebruik hem niet, maar dadelijk gaat prinses Amalia trouwen, zeg maar eens wat, hè, dat kan. Zou ze hem dan wel mogen gebruiken? Van mij mag hij echt gebruikt worden. Dus voor u geen museumstuk? Nee, geen museumstuk. Als ze hem nu even tentoon willen stellen, dat heel veel mensen hem vaker kunnen zien. Wij wonen allemaal niet zo dicht in de buurt. Dus wij rijden niet zo naar Den Haag toe. Dus het is wel leuk als ze gepland een keer kunnen kijken. Maar niet, ik vind dat hij gewoon gebruikt mag worden. Gebruikt worden. Ja. Dank u wel voor uw mening en een goede dag verder. Graag gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet echt veel van vind. Want ik hou me niet zo mee bezig. En ik weet wel de reden waarom ze dat doen. Maar ik vind daar eigenlijk niet zoveel van, heel eerlijk. Nee. Nou, hebt u misschien ook gehoord dat er panelen op de Gouden Koets zitten die aan de slavernij herdenken. Mm-hmm. Vindt u dat die panelen weg moeten? Ik kan me wel voorstellen dat mensen zich daar eventueel gekwetst door voelen. Ik zelf zie het meer als een stukje historie en een stukje geschiedenis. Wel een geschiedenis waar we niet trots op mogen zijn, vind ik. Maar ik vind niet dat we alles weg moeten doen, omdat ik het wel belangrijk vind dat we aan herinnerd worden hoe het is geweest. Zeker ook voor onze kinderen, zodat ze ook weten van dit is dus niet hoe het hoort. Dat klopt, want als we het eraf halen, dan is het weg en dan komt een ander mooi plaatje, zeg maar van een bos bloemen, die zie ik tot de vuil gemeen, die mevrouw. Dan kun je ook niet meer vertellen dat er slavernij was in het 100 jaar terug.
Nee, ik zie het echt, daarom zeg ik zie het echt als iets geschiedskundigs. Want op deze manier kunnen we natuurlijk alles echt weg laten halen. Maar dan zou dat betekenen dat we het een soort van wegstoppen, alsof het nooit is gebeurd en nooit is geweest. En hoe moeten dan mijn kinderen weten dat dit ooit heeft plaatsgevonden? Hetzelfde als met de Holocaust. Kunnen we ook zeggen, we doen daar alles van weg, alle kampen weg. Net doen alsof het niet is gebeurd. En ik denk niet dat dat goed is, maar ja, wat ik al zeg, het is mijn mening. Het is een hele pijnlijke geschiedenis en ik vind juist dat het wel verteld mag worden. Zodat we weten en ons blijven herinneren dat het dus niet zo hoort. Van de Gouden Koets, ja, dat mag de koning mag wel gebruiken van mij. Ja? Ja. De panelen die erop zitten, vindt u dan dat die eraf moeten? Of nee, gewoon... vind ik niet. Gewoon het is geschiedenis, dus dat moet erop blijven. Ja. Maar heel veel mensen ergeren zich daaraan. Vindt u dat opgeblazen? Vind ik opgeblazen. Mensen maken zo druk over allerlei dingen. Dus mensen moeten gewoon leven zoals ze willen leven. En de andere mensen met rust laten. Dus... Dit is cultuur van 100 jaar terug. Hè? Daarom. Daarom. Ja. Dat moet erop blijven. Is van Nederland. Dus... Ja. U bent van de bibliotheek, hè? In de bibliotheek, hebben jullie daar informatie over de Gouden Koets? Of weet u dat niet? We hebben een boek gehad over de Gouden Koets. Ik weet niet of we hem nog hebben, maar we hebben een boek gehad over de Gouden Koets. Want dan zouden mensen natuurlijk kunnen lezen waarom de panelen erop zitten. Ja. Ik moet even kijken op de bibliotheek. We hebben in het verleden een boek gehad van de Gouden Koets. Ik weet niet of we hem nog hebben, want we worden boeken na zoveel jaar afgeschreven. Maar misschien hebben we het. Ja, dat is natuurlijk wel een historisch boek ook. Ja. Luisteraars en kijkers, als u denkt, ik wil er toch meer van weten. De bibliotheek in Wijchen staat voor u open. Ik zeg, ze kunnen natuurlijk ook iets er anders overheen plakken. Het er weg is. Ja, vindt u dat ze dat moeten doen? Ja, voor mij mag het. Waarom zo die zwarte mensen... Ja, er zijn natuurlijk mensen die het trekkelt. Ja. Maar er zijn ook mensen, ja, het hoort bij onze geschiedenis. Dus waarom zou je het verbloemen? Ja. Jullie staan net in het lopen. Ja. Maar ik kan me eigenlijk nog niet zo heel druk maken, zoiets. Nee. Ik zeg, je moet het allemaal nemen zoals het is, hè? Ja, maar als de koning over 2 jaar zegt, we gaan weer met de Gouden Koets, gaat u weer kijken in Den Haag of u blijft lekker in Wijchen? Ik ga echt niet kijken, ik blijf wel in Wijchen. Ja, maar de tv is er gelukkig ook, hè? Dan kunnen we het daarop volgen. Ja. Het is en het blijft geschiedenis, de Gouden Koets. Ja, dat vind ik wel. Ja? Ja. Goed, ik zeg u dankjewel. Het maakt mij allemaal niet uit wat ze ermee doen. Nee. Nee, maar ja... Het is wel een geschenk van de Nederlandse bevolking. Ja, ja. Maar, daar hebben wij allemaal een euro, nee, een gulden was het toen nog, gegeven. Ja. Maar daar komen ze tegenwoordig niet meer mee, hè? Nee, ja, nee. Wie weet wat zo'n ding opbrengt. Ja, net. Ja. Maar daar gaan we niet van uit. Het is geschiedenis en het mag ook een museumstuk zijn. En de koning kan hem gebruiken. Dat is uw mening. Ja, zo is het. Ja, fijn. Dankjewel. Ja. Ik wens u een fijne dag. Jullie ook, hè? Dankjewel. Ik wil zeggen, dat is echt geen blauwe gul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik. En dat is het. En dat doe ik. Wat ik zeggen wil, het is niet op een school.